UCLL zet mensen in beweging. Dat is onze filosofie. Vandaar Hogeschool voor Moving Minds. Om dit kracht bij te zetten, nomineren we elk jaar 5 veelbelovende studentenprojecten voor de Moving Minds Award. In die projecten wordt duidelijk hoe het DNA van een Moving Mind eruit ziet. Onze studenten ontpoppen zich tot sterke, authentieke persoonlijkheden. Je moet altijd een beetje aftasten van hoe iemand is en hoe je met elkaar communiceert en hoe dat je omgaat en aan de afspraak houden. Maar dat maakt het dan juist ook interessant. Het was eigenlijk alles wat ik had verwacht en nog meer. Ze worden innovatieve netwerkers met zin in ondernemen. We zijn dan een beetje meer out of the box gaan denken. Wij vulden elkaar enorm goed aan. Samenwerken om verschillende oplossingen te realiseren. Bereidt wel, denk ik, voor later in de toekomst. Als je met mensen gaat moeten samenwerken die je nog nooit gezien hebt, die van andere landen zijn. Die als professionals anderen inspireren. De feedback van de organisatie was heel positief. Wij hebben hun echt iets kunnen bieden dat ze momenteel ook gebruiken. Ik heb dat moeten presenteren voor het team hier. En onze hoofdprofessor was eigenlijk meteen wild van het idee. Die dag dat wij zijn gaan testen, waren ze heel enthousiast over ons idee en ook wat we al hadden. Dat geeft ze wel een voorproefje. Klaar om met een open mind mee te bouwen aan een duurzame samenleving. Je hebt een ander perspectief gezien tijdens het project. Ik haat business eigenlijk niet zo hard als ik het ervoor haatte. Het is eigenlijk nog wel een beetje tof. Dat heeft wel mijn kijk veranderd. Het heeft voor meer sociale banden gezorgd. De planning is om tools die wij hebben gebruikt om tot dit te komen, gewoon beschikbaar te maken voor iedereen. Omdat er hier onmiddellijk een plaatsje vrij kwam na mijn afstuderen, heb ik eigenlijk onmiddellijk gesolliciteerd. Ben ik aangenomen en ja, nu kan ik hier hopelijk mijn project verder doortrekken. UCLL, Hogeschool voor Moving Minds.